Dit is een station Waddinxveen Triangel. De plannen voor de bouw van een station in het zuiden van Waddinxveen stammen uit de jaren 90 van de 20e eeuw. Toen de ideeën rond de Rijn-Gouwelijn in plannen werden vormgegeven. Volgens dit plan zou de tramtreinen de treindienst op de spoorlijn Gouda-Alphen aan de Rijn overnemen en daarna doorrijden naar Leiden en de Noordzeekust in Katwijk en Noordwijk. Hierbij zouden nieuwe haltes gebouwd worden, waaronder de halte Waddinxveen-Koenekoop op de locatie waar nu station Waddinxveen-Triangel ligt. In 2002 werd begonnen met een proef met trams. Maar hierin was de bouw van het station niet opgenomen. Na het schrappen van de Rijn-Gouwelijn in 2012 werd een nieuw, uitgekleed plan ontwikkeld, het HOV Net Zuid-Holland Noord. Hierin werd de bouw van het station opnieuw opgenomen, nu met de naam Waddinxveen Triangel, naar een dan nieuw te bouwen woonwijk bij het station. 2. De bouwwerkzaamheden begonnen in 2017. In iets meer dan een jaar tijd heeft aannemer Gebroeders. De koning in opdracht van ProRail het station en een fiets- en voetgangerstunnel gebouwd. Het stationsplein met een grote fietsenstalling, parkeerplaatsen en speciale kiss-and-ride-plaatsen is door de gemeente Waddinxveen aangelegd. Vanaf 12 februari 2018 konden reizigers gebruik maken van het station. Aan de parklaan circa 1,5 kilometer ten zuiden van station Waddinxveen en ontsluit de nieuwbouwwijk Triangel en het bedrijventerrein Koenekoop. Het station heeft een grote overdekte fietsenstalling die plaats biedt aan circa 300 fietsen en 15 motorfietsen.